Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Het was wel een fase in de wedstrijd waarin we even scherp moesten blijven. Want zij gingen een beetje alles of niet spelen. En als je dan een kwartier van tijd of 20 minuutjes van tijd nog een goal tegenkrijgt, dan zou niet lekker zijn. Dus die fase kwamen gewoon goed door en ik denk dat we voor de rest niet in de problemen zijn geweest. En dan is het gewoon een terechte overwinning, toch? Nou ja, volgens mij wel. Ik denk niet dat NAC het gevoel heeft gehad. Misschien de eerste minuut of zo. Toen begonnen ze wel redelijk. Maar ik denk niet dat zij daarna het gevoel hebben gehad dat ze echt goed in de wedstrijd kwamen. Behalve die ene fase wat ik zei, dat ze een beetje met lange ballen op de twee spitsen gingen spelen. En vanuit daar proberen iets te doen. Maar nee, we hebben het goed gedaan. Ja, wat een wereld van verschil weer met vorige week bijvoorbeeld. Het is een beetje weer zoals tegen Fortuna. Hè? Hier thuis kan alles. Ja, alleen we moeten wel er naartoe natuurlijk dat je uit dit ook kan doen. Kijk, ik snap wel. Thuis is gewoon lekker en helemaal in onze situatie en de mensen die ons op deze manier steunen, dat geeft wel iets extra's natuurlijk. En dat snap ik ook wel, alleen we moeten wel gaan kijken hoe we in ieder geval punten gaan halen uit. Ja, absoluut. Hoe fijn is het dat je de nul hebt gehouden? Ja, dat is wel lekker, ja. Ja, dat is een tijdje terug, maar dat is ook, als het voor me goed loopt, dan is het voor mij ook net wat makkelijker. Hè? En dan valt alles net wel goed. Tutu helpt mij volgens mij. Tutu Rima helpt me één keer goed op de lijn. En toen zei ik ook naar de wedstrijd tegen hem. Ja, als we het zo met elkaar kunnen doen. Dat moet een beetje ontstaan. Dus daar ben ik heel blij mee. Geef jou natuurlijk ook vertrouwen weer de nul. Want ja, je weet ook hoe dat allemaal de afgelopen week is gegaan. Ja. Met de positie van jou. Ja. En de doelmanpositie. Ja, alleen wat ik al zei. Ja, het is voor mij niet anders geweest dan dat ik ging spelen na de winterstop. En ze moesten natuurlijk door het vertrek van Agiel op zoek naar een keeper. En Agiel eindigde goed voor de winterstop. Ik was blij dat hij wegging. Want dat hield in dat ik weer fris kon beginnen. En tot zover. En zo staan we nu. Dus ik heb ook wel zoiets. We moeten gewoon genieten van dat we er staan. En dat moeten we toch met z'n allen doen. Dus Nigel is erbij. Goede jongen, positieve jongen. Kunnen we lekker mee aan de gang. En kijk ernaar uit. Voel je het vertrouwen? Ja, ik denk het wel. Maar soms moet je ook weer net even dat geluk hebben wat ik zeg, dat je een bal wel pakt. En dat gebeurde vandaag. En ik voel me echt goed. Ook voor de winterstop voelde ik me al wel goed. Ik train veel. En ik ben wat lichter dan voor de winterstop. Dat is ook wel soms wel eens lekker. Ik weet niet waardoor. Harder trainen misschien. Maar ik voel me goed. Ja. Je bent een gevoelsmens. Dat heeft je toch wel wat gedaan, lijkt mij. Ja, jawel. Alleen weet je wat wat mij een beetje stoorde was dat er gesproken werd over kapitale blunders en meervoud en dat soort dingen. En dan denk ik, volgens mij valt dat wel mee. Als ze me de drie op kunnen noemen, dan ben ik benieuwd. Nee, maar ik wat ik zeg, kijk, uiteindelijk ben ik nu weer helemaal fris en iedereen, want je ziet het hè, hoe we nu spelen is gewoon super belangrijk en dat is ook voor mij lekker. Dus we gaan goed zo. Stap 1, de laatste plaats verlaten, dat is gelukt. Wat nu? Ja. Ja, gewoon doorgaan. Hè. Dit was heel belangrijk. Vanaf nu hebben we de 1 onder ons. En dat was het doel op korte termijn. En nu gaan we verder werken. Ja. Vervelend dat je volgende week uit moet? Nee, wel dat het in de Kuip is. Maar dat is ook wel weer mooi. Nou, dat is natuurlijk een heel andere wedstrijd. Maar daar gaan we zo goed mogelijk heen. Ja, absoluut.